daarover. We beginnen met nieuws over het winterweer. Dat zorgt namelijk nog steeds voor veel gedoe in Nederland. Automobilisten staan vaker in de file en schepen komen met moeite door de dikke lagen ijs heen. In Aarlem konden schoolbussen kinderen niet naar school brengen door de gladheid. Veel lege tafels en stoelen op de regenboogschool in Haarlem. Er zitten hier kinderen met een handicap en die worden met busjes naar school gebracht. Maar door gladheid konden de meesten de weg niet op. Ik denk dat er van de 115 kinderen we zo'n 55 kinderen op school hebben. Eerst was er niemand behalve ik, dus ik dacht, nou ja, ik ben in mijn eentje. Echt les werd er daarom niet gegeven vandaag. Zo zag het er gisteravond en vannacht uit op snelwegen rond Amsterdam. Mensen stonden er urenlang in de file, omdat er heel veel sneeuw viel. Strooiwagens en sneeuwschuivers kwamen eerst zelf ook in de file. Dus ze konden de weg maar moeilijk sneeuwvrij krijgen. En ook vanochtend was het weer raak, langzaam rijden op de snelweg. Dan de dierenasiels. Daar worden meer zwerfkatten binnengebracht dan normaal. Veel van die katten zijn verzwakt. Ze drogen uit omdat ze door de vrieskou geen water uit sloten en plassen kunnen drinken. Drie enorme reservetanks met gas zijn vandaag aangesloten. Door de kou gebruiken Nederlanders namelijk extra veel gas om warm water uit de kraan te krijgen en om huizen en gebouwen lekker warm te stoken. Als men in de Randstad allemaal onder de douche springt en de bedrijven die starten weer op, dan is er heel veel vraag. En wij zorgen ervoor dat dat zonder problemen ook geleverd kan worden. Voor de zekerheid hebben ze de reservetanks dus maar vast opengezet. En op veel plekken hebben schepen steeds meer moeite om door de dikke laag ijs heen te varen. Op het IJsselmeer gingen ze daarom met ijsbrekers op pad om de vaarroute vrij te houden. Al dat winterweer levert niet voor iedereen problemen op. Thomas uit Zoeterwoude vindt het geweldig. Hij doet samen met zijn buurmeisje Eva aan straatschaatsen. Het ging vriezen, heel veel ijs op de weg. En toen wou ik naar school schaatsen. Toen dacht mijn moeder, doe niet zo gek joh. Want ze dacht dat het niet kon en toen kon het. Kluun is eigenlijk op stukjes waar je niet kan schaatsen. Dan over het land lopen. En dat was bij ons ook in de poort. Ik denk dat het op de ijsbaan wel leuker is. Maar dit is veel specialer. De moeder van Thomas vindt het goed dat hij op straat gaat, omdat er nu toch geen verkeer is.